Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar Talkshow Hashtag 63 alweer. Dus knal het intro muziekje er maar in, oftewel gewoon de intro en let's go. Hallo, jullie hebben de intro net gezien en dat is meestal bij de talkshow van mij. Dit is misschien een beetje raar. Hoe we deze video nou beginnen. Maar ja, we beginnen gewoon zo. Want ja, weet je, vandaag is zaterdag 12 oktober. En zaterdag 12 oktober is de dag dat wij met Jong en Kracht niet meer eerst staan waarschijnlijk. Want we hebben verloren van Reden vandaag met 5-7. We stonden 4-1 achter. En hebben uiteindelijk het goed gemaakt naar 4-4. En toen werd het 7-4. En toen werd het 7-5 door een wereldgoal van Glenn. Glenn schiet hem gewoon vanaf de middenlijn. Direct vanaf de aftrap. In de goal. Over de grond. Laag gestreven. Het veld was nat. Keeper die houdt me niet tegen. Dat was wel mooi. Ik heb zoals je ziet mijn nieuwe Ajax-shirtje aan. Lekkere felle kleuren. Ik ben momenteel ook de game FIFA 20 aan het spelen met mijn controller. En ik wil eigenlijk met jullie hebben over hoe de Turkije-vakantie was. De video's van de Turkije-vakantie zijn goed bekeken. Ik heb het zeer naar mijn zin gehad. En vandaag gaan we bespreken. En vandaag gaan we, het vlogbestand bespreken wat ik niet meer heb. Want ja. Er zouden eigenlijk 15 vlogs moeten komen van Turkije, maar het zijn er maar 14 geworden. Dat komt omdat wij ook een boottocht hebben gedaan. We hebben een boottocht gedaan en het bestand van die hele boottocht ben ik kwijt. Het was zeg maar een boottocht, kon je op Instagram ook zien. Op een kameel opgereden en van het dek af ben gesprongen. Was super leuk, want ja, het was gewoon een boottocht van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En ja. Dat was super leuk. Volgens mij mocht je eigenlijk niet van het dek van de boot afspringen, maar dat is niet tegen ons gezegd. Ze hebben het gewoon gedaan. Hij stopte op verschillende plekken waar je 20 minuten kon zwemmen. Je had lunch op de boot. Je kon op het punt van de boot liggen en je kon op het middendek boven op de boot liggen. En beneden was het alleen voor lunch, kon je ook zitten. Was ik super leuk. Kameleiland was super leuk. Daar stopte die 1 uur. Bij de andere stops was het of 10 minuten of 20 minuten of 20 minuten zwemmen. En bij Kameleiland stopte die 1 uur. Kon je ook 1 uur zwemmen. Ja, Kameleiland was zeg maar dus eiland met een kameel. Het zegt het zelf al. En je had, hoe heet dat? Je had een marktje daar. Ja, ben ik niet op geweest. Ik ben alleen maar naar de kameel geweest. En daarna ben ik weer gelijk de boot op gegaan. Maar ja, de boottocht was echt super leuk. En ik heb daar verder niet heel erg veel meer over te vertellen. Over de boottocht. En ja, ook best wel jammer dat we vandaag hebben verloren. Maar ja, je doet er niks tegen. We staan aan het tweede. Maar ja, even verder terugkomen op de boottocht natuurlijk. Het was super leuk. Ik heb het eigenlijk naar mijn zin gehad. We hadden ook andere Nederlanders, onder Rotterdammers. Ja. Die Nederlanders die waren heel aardig toen we aankwamen. En steeds meer lopen de vakantie. Steeds meer dat de dagen van de vakantie voorbij gingen, weet je wel. Dat je minder dagen krijgt. Dat is logisch. Begon je jezelf ook te irriteren aan die Nederlanders. Maar we zijn eigenlijk op vrijdag, wanneer we de boottocht deden, naar het aquapark gaan. Maar we zijn vrijdag naar. We hebben vrijdag dus de boottocht gepakt en zondag naar het aquapark. Dat is ook de reden waarom er zoveel vlogs achter elkaar online kwamen. Omdat aquapark wifi was goed en hotel wifi niet. Dus ik dacht van ik grijp een kans, gooi alles achter elkaar online. Maar ja, het is weer een videootje vanuit mijn eigen huiskamer. Vanuit mijn, de weihoortje. Zoals ik het laatst in mijn outro van mijn video, van de vlog van de Kijkvlog als ik 14. Dit duurt zo ongelooflijk lang. Slash, tussen haakjes volgens mij. De terugreisvlog. Slash, terugreisvlog. Op 5,5 uur vertraging. 5,5 uur. Ja, dat is niet normaal. Maar ja, het vliegtuig zou eigenlijk om 12 uur komen.
kwam niet. We kregen pas om 3 uur te horen dat hij 4 uur en 20 minuten vertraagd was. We kregen pas om 3 uur te horen dat hij 4 uur en 20 minuten vertraagd was. Kon je op dat bord zien, dus we kregen dat niet eens te horen. We moesten gewoon op dat bord kijken. Hebben we ook gedaan. En toen zagen we van 4 hours en 20 minutes delay. Oftewel 4 uur en 20 minuten vertraging door het slechte weer. Bad water conditions stond er, dus door het slechte weer. Ja, dat is best wel kut. En uiteindelijk zou hij dus om 4:50 vertrekken weer. Want dat is 4 uur en 20 minuten later. Dat is bij jullie. Dat was dat dan hier in Nederland 4:50. Want ja, Turkije was namelijk, zoals jullie weten, een uur later. En ja, dat is dus niet gebeurd. Want hij landde pas om 2:50. Zoals je ook in de vlog hebt kunnen zien. Zo niet, ga dan zeker even kijken. Ja. Dus ja, dan moet je nog tanken, personeel moest nog pauze houden, koffers moesten er nog in. Dus ja, we hadden eigenlijk 6 uur vertraging in plaats van 24 minuten. Want we gingen pas om 4:56, had mijn moeder gezien. Het was hier 4:55 en daar 4:56. En één voordeel was wel dat als alles goed verliep, konden mijn ouders me niet ophalen. Want het was, we waren 2:30 geland, dus we moesten tot 5 uur werken. En we waren nou 8:30 geland, dus dat was ook 5 uur later. Klopt dat wat ik zeg? 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:00. Dus 6 uur later zelfs. Maar ja, daar doe je verder niks tegen. En ik denk wel dat ik alles van die vertraging in deze video verteld heb. Ik weet niet wat ik zeg. Maar ja, voor de rest was het keivakantie leuk. En ik kon ook aan de views zien dat jullie ervan genoten hebben. Ja. En op naar de volgende zomer, want we gaan weer op vakantie natuurlijk. Ik had daar in ieder geval super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Maar ik hoop ook dat jullie genoten hebben van deze video. Doe een blauwe boog, like, abonneer, en belletje aan als je geabonneerd bent. En eigenlijk moeten SO's iets speciaals zijn. En ik doe het elke keer in mijn video. Omdat ja, die mensen waarna ik een SO doe, die zijn eigenlijk gewoon een baas. En ja, ik weet ook niet of ik ermee moet ophouden of verder moet gaan met die SO's. Maar voor deze video doe het gewoon nog een keer in, want ja, dat ben typisch ik en het is gewoon grappig. Dus dan zeg ik dus altijd SO naar Hans Kraaij Junior, want Hans Kraaij Junior leeft de beste interviews bij alle beste Nederlandse eredivisiespelers en leeft de beste interviews bij alle beste buitenlandse eredivisiespelers. Kortom, hij leeft gewoon de beste interviews bij alle spelers, zowel Nederlands als buitenlands. Hij leeft ook de beste interviews bij Marv Bommel. Waarom met name Marv Bommel? Hij leest ook de beste interviews bij alle andere trainers hoor. Maar waarom met name Marv Bommel? Lekker vingertje. Hij stelt vragen aan Marv Bommel. Waarom Marv Bommel zegt dat hij daar al lang antwoord op heeft gegeven. Maar Marv Bommel hoeft er ook geen zin hebben om daar antwoord op te geven. En daarom ook zeggen dat hij daar antwoord op heeft gegeven. Snap jij het nog? Ik wel. Oké, top. En zo naar René van der Gijp, want die zegt altijd lekker man. SO naar Wilfried Gené, want die kerel doet geen ene fuck met zijn leven. SO naar Jan Boskamp, ook al is hij verfijnd, want hij zegt altijd werelds. En sommige dingen zijn ook werelds, zoals die goal van Glenn van vandaag. Helaas niet op beeld. Glenn is speler van de G2, ik zit in de G3. Ja, ik zit in de G10, weet je dat ook weer. Maar laten we verder gaan met de outro. SO naar Wim Kieft, want die kerel die zit er alleen een beetje bij, want die doet ook geen ene fuck met zijn leven. Dat was dat. En zo naar Sully Goat. Ik zeg altijd Sully Gold. Nou, meestal zeg ik Sully Gold. Maar nu zeg ik Sully Goat, want hij is een baas. Alleen dat hij het interkampioen wordt, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want Inter wordt gewoon geen kampioen. En ja, want ze hebben verloren van Juventus. Scheelde ook niet heel veel. De eerste clash, eerste echte clash, hebben ze verloren. Kan gebeuren. Matthijs de Ligt is gewoon Matthijs de Ligt gebleven in die wedstrijd. En dan hebben we ook nog een paar outro's, een paar SO's te gaan. SO naar Koentje DPNL, want Koentje DPNL maakt Jordi OC Tour de FIFA-speler van Arsenal. Echt een keiharde meme. SO naar Ashyboy voor het bedenken van de meme Henry Gong die bij Vitesse speelt. En de broer van Ashyboy, Matty FIFA Losvi. Ook SO naar Matty FIFA Losvi. Want hij heeft de meme Henry Gong die bij Vitesse speelt uitgevoerd. En volgens mij heb ik alle SO's gehad. Mocht dat niet zo zijn, dan zien jullie dat in de edit. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is, kijk maar naar de outro en ik kom nu naar voren. Dus niet schrikken. Hallo mensen.
Nee, maar ik noem één ding te zeggen. Kijk maar naar de outro en hou toe.